We hebben ons nieuw systeem bij Renault, een multimedia systeem, is genoemd EasyLink. EasyLink vervangt feitelijk de AirLink navigatiesysteem dat van AirLink was. Het is een nieuwe evolutie. Het is basis van het oude systeem vertrokken, maar volledig met een andere architectuur, op een heel andere manier gedaan. En het concept gaat veel verder dan het vorige systeem. Alle modellen van Renault in de toekomst gaan uitgerust zijn met het systeem van EasyLink. Vandaag hebben we het al op het Twingo, die heeft een facelift gehad. We hebben het op de Clio. En alle modellen die volgen van Renault, waar een ofwel facelift komen, een fase-evolutie of een nieuw model, zullen met EasyLink uitgerust worden. Hier hebben we een systeem van EasyLink op 9,3 duim, dus verticaal staande. In feite, de 7 duim is een Nelft. Twee systemen van 7 duim komt overeen aan een van 9,3 systeem. Hier zitten we in het hoofdscherm, waar je ziet dat er verschillende vensters zijn. Ik heb hier 3 vensters die actief zijn. Ik kan in feite tot 6 vensters gaan. Allemaal met widgets. Ik kan zelf beslissen wat ik kan gaan aantonen op deze systeem. Het werkt veel sneller dan voordien en het werkt zeker meer efficiënt dan voordien. Ook is het zeer intuïtief. Ga ik in het hoofdmenu gaan, dan zie ik hier simpel de bekende zaken dat we kunnen ook terugvinden op een telefoon. Op dezelfde manier dat een smartphone gebouwd is. Op dat manier. Ga ik naar navigatie, kom ik rechtstreeks in navigatie. Return button, ga ik terug naar de return button. Radio, muziek, telefoon ook. Daar kan ik de verschillende telefoons gaan hebben die daarop zijn. Deze systeem ondersteunt evenwel Apple CarPlay, dus op Apple systemen, dan Google systemen, zoals ik zeg, op Android.